Wat is volgens u het beste of het mooiste wetgevend initiatief van het jaar? Wel, ik denk dat de discussie die we rond stemrecht 16 hebben gehad het voorbije jaar echt wel een van de mooiste discussies was die we in dit parlement hebben gehad. Het was de Vlaamse Jeugdraad die ervoor heeft gezorgd dat het op onze agenda van het parlement kwam. En ik wil hen daar echt voor danken. Het is natuurlijk wel jammer dat het uiteindelijk omwille van politieke spelletjes niet tot een stemming is gekomen of dat het voorstel weggestemd is geweest. Maar ik denk dat het voor het parlement wel een van de boeiendste en mooiste discussies was het voorbije jaar.